Thanks voor 20.000 abonnees! Een gebed voor iedereen wakker gemaakt. Well. Ik heb 20.000 abonnees. Thank you. En wij gaan dat vieren met een cheat day. Ik ga gewoon alles eten wat ik wil eten. Ik zie nog wel of Alice Rachel de calorieën rekent. Ik weet het niet. I don't know of ze er zin in heeft. En weet je waar ik echt zin in heb? Pancakes. Maar lekker van die ongezonde pancakes. Ik heb denk ik nu echt al 2 jaar lang geen normale pannenkoeken gegeten. Altijd protein pancakes of bananenpannenkoeken. Ik heb mijn nagels nog steeds zo lelijk, hè. Ik ga ze vandaag wel even fixen. Ik heb nog nooit echt ongezonde pannenkoeken eigenlijk de laatste tijd gegeten. Dus dat gaan we nu even doen. Ik neem jullie even mee. Let's do it. Dit moet ik nog allemaal opruimen. Later wel. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that. Echt heel lekker. Ik heb ook nog gewoon wat fruit, want het fruit dat komt wel op. Ik wil vandaag eigenlijk gewoon dingen eten die ik normaal niet zou eten. Het is geen challenge of iets. Als ik vol zit, dan zit ik vol. Ik heb het letterlijk binnen 4 minuten opgegeten. Mijn maat tegen Rachel. What are you going to do? Rachel, stop it. Stop it. We don't want it. We don't want those pancakes. Well, you're gonna get them. Ik wilde deze monsieur taart maken van cookie dough. Nog nooit eerder geprobeerd, dus daarom wil ik deze even maken. Maar we hebben geen boter in huis. Dus ik moet eerst even boter halen. En daar heb ik geen zin in. Dat doen we later wel. Het is cheat day. Ik mag doen wat ik wil. Het is helemaal niet raar als ik in de ochtend ijs ga eten. Toch? Ik zag dus schoolkrijtijs. Nog nooit geprobeerd. Let's try it. Of het is zeg maar echt heel vies. Of het is heel lekker. Well, pak wel even een nieuwe. Ik heb er toch genoeg. Ik weet het niet. Ik kan het niet echt plaatsen. Het proeft wel echt oprecht naar schoolkrijtijs. Dat is het ook. Maar het proeft ook echt naar. Binnen zit een soort van chocola mintachtig iets. Ik ga het niet nog een keer kopen. Ik ga die andere kapot ook nog even opeten hoor. Nee, het is hem net niet. Het was overbodig om deze ijsjes te maken. Overbodig. Nee, nee, nee. I am too strifeful. And you can tell it's crossing the line. Crossing the line. Do your thing and don't mind my thing. Take the real thing in your story, please. Pardon. Ben ik weer met wat koeken. Zal ik even laten zien hoe het eruit ziet? Het is gewoon een taste test, jongens. Cheat day, cheat day. Oké, laten we beginnen met stroopwafel. Er zit vulling in, maar ik weet niet zo goed. Dat is next one. Red velvet. Mmm, heel lekker. Binnen is het ook helemaal zacht. Oreo. Hoe kunnen mensen zulke grote koeken opeten? Weet je, het is, ik hou van Oreo's. Ik weet niet meer welke smaak dit is. Volgens mij brownie. Brownie bueno volgens mij. Brownie bueno. Nou, lekker hoor.
Ik denk dat deze brownie toch mijn favoriet is. Ja, van die Red Velvet proef je niet zoveel. Gewoon heel boterachtig en sterk. Oké, okay. Ik vond het wel genoeg van die koeken. Anders word ik echt misselijk. Koeken zijn wel echt heel machtig. Echt gewoon één hoop boter. En ik ga mijn nagels lakken. Want mijn nagellak is er echt half vanaf. Wat heel lelijk is. Ja. Ik heb uiteindelijk wel gewoon mijn nagels gedaan hoor. I did it. Oké. Niet raar denken alsjeblieft. Zo, ik heb wat boodschap gedaan. Ik heb dus een verse pizza gehaald bij de Jumbo. En ik wilde dat altijd wel proberen, maar ik deed het eigenlijk nooit. Dus... En toen deed ze cheat day, zo... Hoe moet je dit maken? Verse pizza vega pesto. En ik heb wat Kinder Bueno. Doe me wel denken aan die koek van vanochtend. Ik heb nog zo'n ijsbar, ze zijn zo lekker. Zo lekker. Kan ik niet helpen. Als avondeten ga ik denk ik een pokeball halen. Heb ik nog nooit besteld of iets. Alleen in Bali gegeten. Ja, ik bijt wel eens mijn eikrongen. Pizza. Ik heb wat rucola overheen gedaan. Why not? Oké, ik ben benieuwd hoe de Jumbo verse pizza smaakt. Proost. Ja, dit is lekker. Oh. Oeh, it's getting hot out here. Ik ga Too Hot To Handle kijken. Ik vind dat echt leuk. Ik heb 0%. Dat staat echt nergens op. Ik weet niet of je kan zien, maar er staat 0%. Het is zo lekker, jongens. Oh my gosh. Gewoon pizza in het algemeen. Well, that was nice. Love it. Ik weet dat ik net mijn pizza heb opgegeten. But I'm really craving some Ben & Jerry right now. Vernieuw je ijscream met chocolate covered waffle cone. Love it. Ik heb hem bijna op. Maar ik ga hem niet helemaal opeten hoor, dat is niet goed. Dat is niet goed voor me, ik moet even stoppen. Je wordt echt lui van veel eten. Maar ik moet nog wel echt mijn taart maken, want daar heb ik wel echt zin in. En ik heb net een pokeball besteld met wat sushi. Alhoewel ik niet eens heel veel honger meer heb. Dus ik kijk ook gewoon wat ik ervan op kan. Let's bake a cake. Ja, weet je, moet ik dit filmen? Nee toch? Ik bedoel, jullie weten hoe dit moet. Ja, ik heb ook even een trui aangedaan. Want, weet je, why not? Ik ben benieuwd. Ik kan echt niet eten met stokjes trouwens, jongens. Kapot lekker. Ik heb komkommer, zalm, crispy chicken. Ik heb puur alleen deze besteld, want anders moest ik extra verzendkosten betalen. Toen dacht ik, nou, ik ga het wel eerst proberen, jongens. Om met stokjes te eten. Echt, die Aziaten die nu naar mij kijken, die lachen me sowieso uit. Ja, jongen, hoe kan je rijst eten met fucking stokjes? Nee. Sushi eten. Zo lekker. Oh yeah, love it. Sushi eten met stokjes. Dat is prima te doen. Ik vind die pokeball niet heel lekker. Er zit heel veel mayo in. Ik vind dat niet heel lekker. Sushi voelt ook niet zo heftig of zo, weet je wel. Dan, ik eet zo snel hè jongens, niet normaal. Die pokeball is heel lekker. Wow, bitch. En, wat vind je? Ik zit te denken, zit er overal zoveel mayo in? Ja. Ik vind rijst met mayo niet heel lekker, persoonlijk. Als jullie dat wel vinden, dan ligt het waarschijnlijk aan mij, maar ik vind het niet heel lekker. We doen het ermee. We hebben nog taart. Zie jullie zo. Time to decorate the cake. The cake. Ik heb nu nog wat cookie dough.
even iets leuks schrijven. Gewoon 20k of ook mijn naam. Nee, gewoon. Fall for your influence, 'cause girl, you make my shooting stars align. Ziet er een beetje armoedig uit. Okay, nou, we gaan nog een visser overheen. I've been waiting all these seasons for rain to make our lives free. Okay, nee, de laatste kan zo. Okay, dit wordt het. Gaat even op schaal neerzetten. Baby, what you say. Hoe is de knarpel? 20k. Wat staat er? 20k. 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 20.000. Jij ook, man? Kleintje. Wel leuk om te proeven. Dit is voor papa. Op 20.000. Abonnees! Proost! Yes. Het is wel lekker. Ja! Zit er wel kwark bij? Nee. Alleen maar shoot en slakken? Ja. You say. Wow! What a party! Het was een feest. 1-0 feest. 1-0 feest in de Family John. Heel erg bedankt voor 20.000 abonnees en doei. Down, yeah. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine, no friends of mine.